Iedereen slaapt. Ik heb terug moeten leren omgaan met stilte. Dat was eigenlijk iets dat ik niet gewend ben. Ik kom oorspronkelijk uit de stad en ben ook altijd vroeger in een grote stad naar school geweest en zo. En heb ook altijd in het weekend de steden opgezocht. En nu is het hier muisstil. Ook iets nieuws is omgaan met tijd en verveling. In België had ik voor alles weinig tijd en nu heb ik een zee van tijd, dus dat is zo zalig. Kijk hoe mooi. Wauw. We gaan daar de heuvel op gaan. Geregend en was alles ontsmelten en is er terug sneeuw aan bijkomen. Dus ja, elke dag is anders. Het weer is ook elke keer anders. Was wel fijn. Oh, mooi. Daar gaan Peter en Joanne. Daar zien in dat huisje? Zien dat er dingen zijn wat we nodig hebben, want wij gaan daar eens blijven slapen. Nee, deze gaan we niet blijven slapen, maar gaan we eens eten? Ja. Ja, gaan we gaan kijken. Wat er vuur zit. Dat er hout is. En vuur. En vuur. En kaarsjes. Ik weet niet of we er langs hier geraken. Nee, daar. Ja, maar ik zie... Daar staat normaal een bruggetje. Ja, mijn bruggetje zie ik nu niet. Ik zie wel dat er hier mensen hebben gelopen. Hier zien we op. De sneeuw is heel. Ja. Heel. Bij mij is dat makkelijk, hè? Ja. Ja, is dat makkelijk. We zijn aan het hutje. Het is heel slecht weer. Even kijken wat ons uitzicht. Wauw. Van heel het centrum. Kei mooi. Nee, er zit
Er is niet veel hout aanwezig, dus we gaan, als we hier een avondje willen, gaan we hout moeten meenemen. Dan moet je hout kopen. Hè? Dan moet je hout kopen. Ja, dan moeten we hout kopen of ergens zoeken. Dan terug een knoopje doen.